Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we terug met een app smaken, raten. Ik zit terug op de camera van de MacBook. En als eerste hebben we de bosvruchten. Ik ga het pakketje in het pakje van de bosvruchten zoeken. Ik ben even aan het zoeken. Wat bij de remmen was. Daar is het pakketje van de bosvruchten. Dus we hebben nu Wild Berry. Dat is een van mijn favorieten. En proef echt naar Wild Berry. Proef naar bosvruchten. En ik ben echt verrast dat het zo lekker is. De volgende moet ik open doen. Strawberry lemongrass, dus aardbei citroengras. Hopelijk is dat iets. Of is dat iets, ja. Dit is ook de eerste edit video dat geëdit wordt via de MacBook Pro M2. Het zit nog altijd in zo'n cupje. Dus dat doen we even open. Oh, lekker. Het ruikt wel verfrissend. Dus, lekker. Proeft verfrissend. Echt wel lekker verfrissend. Ik ben echt blij dat ik ook de strawberry lemongrass heb uitgeprobeerd. Wat gaan we nu proberen? We beginnen met iced coffee. Iced coffee natuurlijk, gaan we nu uitproberen. De iced coffee, dat is een premium edition. Ik heb nu nog pots genoeg tot het eind van de volgende maand of zo. Zoveel air op water drink ik nu ook niet. Wauw. Die pot valt op de grond. En de pot is opgeraapt. Dus nu zit de iced coffee erop, zoals jullie zien. Is wel lekker. Als je zo echt iced coffee gewoon zet, is die wel lekker. Ik zou er wel altijd drinken met ijskoud water. Deze water is nu niet ijskoud. Dus Dan gaan we door naar sherry. Wat ik leuk vind aan sherry is dat echt... perfect is, perfect geurtje of perfect smaakje voor elke dag eigenlijk. Ik heb nu al heel veel dagen geen erp meer gedronken omdat ik niet zoveel erp meer drink. Oh. Geniaal, hoe doen ze het? Die aardbeismaak erin zetten. Hoe doen ze het? Ik weet het niet, maar het is echt wel altijd lekker. Dus nu gaan we door naar Iced Tea Peach. Moet echt naar de Iced Tea Peach proeven. Ik heb het al een paar keer gedronken, maar echt niet meer gedronken de laatste tijd. Dat ik er nieuw heb in huis gehaald en die zijn beter, vind ik. Nou, deze proeft wel naar Iced Tea Peach. En zo krijg ik ook mijn water binnen voor vandaag, dus. Ja, door deze video krijg ik wel mijn water binnen. Dus iced tea peach is echt wel lekker. Ook heel perfect. Daar heb ik nog eentje van open. Nu gaan we door naar de peach. We hebben iced tea peach gehad, nu gaan we door naar perzik. Ja, peach eigenlijk.
Riekt echt naar perzik. Dus hoge verwachtingen. Ik heb die al geprobeerd. Eerste stream dat je had. Smaakt echt naar perzik. No complaints. Smaakt echt naar perzik. Dus no complaints voor Arab Peach. Gaan we nu door naar Arab Winter Apple. Of appelkaneel. Dat is echt wel zeker dat je bij winter hebt. Het is nu nog winter. Dat was maar... dat was toen, maar... hoe moet ik dat zeggen? Tijdelijk. Dan heb ik er direct twee verpakkingen van gekocht. Winterappel. Heel lekker. Het proeft alsof je echt appelsap aan het drinken bent. En een vlug kaneel erin. Dus echt wel een aanrader om te bestellen als er nog er is. Nu gaan we de cola drinken. Ik ben heel erg verslaafd de laatste tijd aan cola. Dus waarom niet Arab cola drinken? Misschien ga ik die terug bestellen binnenkort. Proef echt alsof je cola aan het drinken bent en... Ja, perfect. Perfect voor, voor cola te zijn. Nu gaan we Orange Vanilla Swirl. Dus, appelsien vanille. Dat heb ik al heel vaak uitgeprobeerd. Heb ik gedronken sinds dat ik die heb. Staat die meestal op mijn Arab-fles, dus... Proef echt naar appelsien en vanille. Dus ja, het is echt wel lekker, sinaasappel vanille. Ik zou zeggen, drink het meer. Nu gaan we door naar Sherry Cola. Ook zo'n classic, die ik heel graag dronk. De Sherry Cola van Coca-Cola. De Coca-Cola Sherry Weist. Dat was ook een classic bij mij. Drink ik heel vaak. En ook Coca-Cola Sherry, precies hetzelfde. Dus ja, geen complaints. Dan Orangeade, oranje limonaat. Maar dan wel, ja, oranje limonaat, zal ik maar zeggen. Oh, pardon. Ik ga het open. Maak het open. Dus... Het riekt echt naar oranje limonade. Heel blij dat ik die heb besteld bij Arab. En perfect, perfect, perfect. Heel erg perfect voor het drinken zo, Arab. Zeker oranje limonade. Perfect. Door video's te maken. Hier dus ook meer Arab te drinken. En nu als allerlaatste de strawberry balsamico, dus de aardbei balsamico. Die heb ik als laatste gebruikt. Maar ik vind dat die... Ja, wel het strafste is. Dus zoals jullie zien, aardbei balsamico staat erop. Ik proef echt naar aardbei en balsamico. Dus ja. Echt wel een perfecte ja, dingen voor mee te starten. Ik heb dus al mijn Arab smaken uitgetest en ik vind de beste nog altijd Orange Vanilla Swirl. Gewoon, hij proeft naar oranje, hij proeft van sinaasappel, hij proeft naar vanilla. En dat is, hoort voor mij echt perfect te zijn. En very close, maar de tweede is toch nog altijd de appelkaneel. En om de top 3 te vergezellen, strawberry lemongrass. Dus aardbeien, citroengras. En als vierde, bosvruchten.
Nummer 5. Oh. Nummer 5, Cherry Cola. Nummer 6, Peach. Nummer 7, Icy Peach. Nummer 8, Orangeade. Nummer 9, Cherry. Nummer 10, Cola. En nummer 11, de laatste, Ice Coffee. Ja. Ik heb van meerdere smaken twee. Dus ik heb van de Orange Vanilla Swirl en van de Winterappel heb ik er allebei twee gekocht. En nu de winnaar staat op mijn pot. Staat op mijn eierenfles. Dus bij deze wil ik graag de video dus afsluiten. Ik ga deze video zo snel mogelijk editen. Dat deze video zo snel mogelijk online komt. Dus enjoy nog jullie dagje. Deze video komt op vrijdag. Ja, vrijdag online. Ik weet niet welke vrijdag. Ik denk op vrijdag 31 maart komt deze video online. Dat is de laatste video. Dat is de laatste dag van laatste dag voor de paasvakantie. Dus deze video komt op 31 maart online. En tijdens de paasvakantie gaan we op donderdag en vrijdag gaan we streamen. Waarschijnlijk op vrijdag gaat het een FIFA stream worden. Nee, op donderdag gaan we streamen. Op donderdag gaan we altijd streamen. Dus de twee donderdagen in de paasvakantie gaan we een streampje knallen. Dat gaat een FIFA streampje zijn. De vorige donderdag dat jullie weten. Donderdag de 23e maart heb ik ook gestreamd. Waarschijnlijk op de YouTube kanaal. Dus ja, dan heb ik ook gestreamd op YouTube. Waarschijnlijk heb ik dan Sven zijn objectives gedaan van die footballers. Dus dan ben ik waarschijnlijk fan en zijn objectives aan het completen. Dus deze was zo'n beetje mijn kijk op mijn airapps maken. Ik heb ze allemaal een keer gereed. Weet het, sommige ratings lagen anders deze keer. Omdat ik toen had ik een ander idee van mijn airapflessen. Of een airappot, zal ik zeggen. Dus nu heb ik ook weer een ander idee van mijn airappot. Dus nu heb ik zo'n beetje het gedacht van, nu heb ik deze smaak en gaat nu heel hard anders zijn. Dus deze video gaat ongeveer rond het kwartier zitten. Dus wil ik jullie guys bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Nalte Dillen. En ik wil jullie guys graag bedanken voor het kijken naar deze AirUp video. Vond het leuk om voor jullie een AirUp video te maken. Vond dat best wel leuk. Ik heb heel lang gewacht voor nog eens een AirUp video te maken. En nu heb ik een AirUp video. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze AirUp video. Shoutout naar AirUp voor zo'n goede flessen te maken. Misschien ga ik voor mijn Steve's dus ook een AirUp fles kopen. Allee, misschien heb ik voor mijn Steve's dus ook een AirUp voor de verjaardag gekocht. Dus let's go. Ik wil jullie guys heel graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. En dan is het nu, het einde van deze video. Ik vond het leuk voor jullie deze AirUp video te maken. Nog eens shout-out naar AirUp voor het leuke idee dat ze in hun flessen stoppen. En hopelijk word ik ooit gesponsord door AirUp. En dan zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Gaat dinsdag zijn. Dinsdag ga ik waarschijnlijk een reageren opmaken. Dus ga ik nog één keer via de PC mijn reageren op setup. De PC wordt mijn reageren op setup. Deze wordt mijn opname setup. Dus ja.
Dus dan ga ik nog één keer via OBS, allee, via Sony Vegas editen. Ofwel, ja, is deze gewoon eventjes, wordt deze eventjes mijn R en mijn mijn opname setup. Wordt deze eventjes mijn opname setup voor het reageren op. We zullen wel zien wat het gaat geven. Misschien dat ik van gedacht verander de komende weken. Dus ik ga proberen met de MacBook alles op te nemen en alles een beetje te laten doorgroeien. We zullen wel zien hoe of wat. Ik ga vooral zien dat ik nog eens een Magic keyboard en een Magic Mouse zo ga kopen voor de MacBook. Want mijn keyboard, alleen mijn toetsenbord en mijn muis van mijn PC gaan niet spijtig nog niet op. Dus wil ik nog een Magic keyboard en een Magic Mouse. Of een keyboard en een muis dat je voor Mac kunt gebruiken. Dan wil ik jullie graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Het is nu ongeveer al bijna 17 minuten. Dus dan zie ik jullie graag terug bij een nieuwe video. En ja, gaat dinsdag zijn. Dinsdag hoeveel april? Dinsdag 4 april heb ik een nieuwe video voor jullie klaarstaan. En dan ik weet niet wat doen in de video. Waarschijnlijk een kleine FIFA video ook weer op de setup met de PC opgenomen. Dat daar eigenlijk mijn opname setup is voor de FIFA video's. En deze is mijn opname setup voor de reageer op setup. Misschien ga ik een reageer op setup doen. Misschien een reageer een FIFA video. We zullen wel zien wat ik überhaupt wil gaan doen met FIFA. En YouTube. Spreek nu nog niet echt van ik wil dit of dit of dit gaan doen. Al ik nog niet weet hoe of wat ik wil gaan doen de komende weken op mijn YouTube kanaal. Want FIFA is ook zo goed als dood ontgaan. Misschien gaan we nog eens spreken over over EA Sports FC. Misschien ga ik daarover in oktober of september video's beginnen maken. Maar dat gaan we wel zien. Dit is een beetje een opname video voor mijn AirUp. En nog eens shout aan de AirUp. AirUp sponsor mij. En dan wil ik jullie guys heel graag bedanken voor het kijken naar deze gloedje nieuwe AirUp video. En zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Gaat dinsdag zijn. Of wel een video van video, of wel een reageer op. Wil je nog zien wat ik überhaupt wil gaan doen met mijn YouTube kanaal en met mijn ideeën voor YouTube. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe FIFA video. Mijn nieuwe AirUp video. En dan zie ik jullie guys graag terug. Dinsdag mijn nieuwe video. Bye bye!